Elke 5 jaar komt de Verenigde Naties langs voor een controle van de kinderrechten. In Verwegistan, waar ze heel toevallig Nederlands praten, neemt de belangrijke man van de regering zijn agenda door. Hij lijkt nogal geschrokken. Het is wel heel bijzonder hoe het gaat met onze kinderrechten. Er is bijna geen kindermishandeling. Daarom, echt zo goed. Ja, er zijn ook veel meer drinkwaterputten. Dus meer kinderen hebben water. Maar we zouden het echt niet kunnen zonder de hulp van de VN. En daar heb je helemaal gelijk in. Ik moet mijn collega vertellen. 4 april komt het VN-comité voor het 5-jarige controle. Wat? Dan moeten we ons voorbereiden. We gaan nu de cijfers checken. We moeten de cijfers checken. Oké, niemand kijkt. Jongens, kijk, het gaat veel te goed met ons land. Kinderarbeid met 80% gedaald. Ja, en kindermishandeling is ook al met 84% gedaald. En 90% van de gezinnen hebben al drinkwater binnen bereik. Ja, ik geloof het gewoon niet. Oké, we gaan het checken, kom! De mensen van de regering gingen zelf op onderzoek uit. Zou het nou echt zo goed gaan met een land? 2 van de regeringsleiders reden naar het platteland. In een eenvoudig huisje was de vader Netgram nogal vies klusje. Oh, ik geloof dat papa hoor. Hé, het is gelukt! Wat is er gelukt, papa? We hebben last van slakken in de moestuin en papa heeft daar een middeltje op gevonden. Kijk, dit is geitenurine en dit gaan we zo meteen over de slakken heen gooien, omdat die helemaal niet tegen kunnen ze. Oh, het lijkt wel limonade. Nee, dat is het niet, dus je moet er niet van drinken. Hé, hey, hoor ik nu visite? Hey, hallo, is er iemand? Verwacht niemand in ieder geval. Wij zijn van de regering. Nee, blijf zitten. Wij komen u een paar vragen stellen. Komt u erbij zitten? Jullie zijn een eenvoudig gezin in een simpel huis. Jullie slaan vast en zeker uw kinderen nog wel. Onze kinderen slaan? Bent u gek, meneer? Kinderen slaan is toch heel slecht voor de ontwikkeling? Jullie mogen het echt wel tegen ons zeggen hoor, als jullie geslagen worden. Nee, we worden nog nooit door onze papa en mama geslagen. En heel veel vriendinnetjes van mij ook niet. We kunnen het wel schudden met dat extra geld van dat VN-comité. Ja, dat denk ik ook. Neem even een slokje van de limonade. Nee. Ze mag toch wel een beetje limonade? Ja, maar. Ik ben vanochtend naar de geiten geweest. Zeg, ik wil alleen maar een beetje drinken. Dit is wel een apart smaakje, zeg. Dank voor uw gastvrijheid. Jammer dat jullie kinderen niet meer staan. Wij gaan er vandoor. Nou, gelukkig zit er nog wat urine in, papa. Op de luchthaven was het comité van de Verenigde Naties geland. De regering was inmiddels wanhopig en zette de kinderen in om zo het comité van de Verenigde Naties te beïnvloeden. In de hoop extra geld te blijven krijgen voor de uitvoering van de kinderen. Dadelijk moeten jullie gaan bedelen. Bedelen? Wat is dat? Bedelen is vragen om geld. Ik heb dat nog nooit gedaan. En waarom hebben we deze kleren aan? Ja, jullie moeten eruit zien als arme kinderen. Maar we zien er nog hartstikke schoon uit op ons gezicht en zo. En daar hebben we een oplossing voor. En hier was het comité. Zij zouden gaan beslissen of het land de komende 5 jaar nog wat extra geld nodig had. Wow, dat is echt... Hard. Kijk, ze komen eraan! Stel. Oh. Zie ik daar nou kinderen benen? Oh ja. Nou, dat zou wel heel raar zijn. Wat heb je nou? Ja, ik heb een warm. Alsjeblieft, geef ons geld. Eten. Alsjeblieft. Kom weg. Sorry hoor, we hebben last van bedelende kinderen. Komen jullie met ons mee? We hebben een druk programma. Dat lijkt normaal.
Bij het regeringsgebouw had de regering geregeld dat de acteurs buiten met de kinderen aan het werk waren. Werken! Of anders... Sorry hoor, er zijn hier wat kinderen nog aan het werk. Dit is ons nieuwe regeringsgebouw. Laten jullie daar kinderen werken? Dat zijn de goedkoopste krachten, anders kunnen we niet betalen. Wel een paar foto's van, dus misschien wel. En jij? Doorwerken! Het comité liep met steeds grotere verbazing rond. Volgens hun eigen cijfers ging het juist zo goed met het land. Wat zou er toch aan de hand zijn? We vinden het fijn dat de vijfjarige controle nu plaatsvindt. Laten u even de cijfers zien. Dit zijn alle berekeningen. Heel moeilijk allemaal, maar hier gaat het allemaal om. Maar het klopt niet met onze berekeningen. Uit onze cijfers blijkt dat kinderarbeid 80% gedaald is. En de kindermishandeling is met 84% gedaald. Ja, die cijfers kloppen niet. Het gaat ontzettend slecht met ons land. Kindermishandeling is overal. Kijk maar daar. Waarom luister je niet naar je moeder? Ben je gek geworden? Ben je gek? Maar volgens mij heb ik dat kind al gezien, toch? Kijk. Dat is dan daar. Kijk. De foto staat hier. Op elkaar. Huh? Volgens mij staat hij hier. Kijk. Dat lijkt toch precies. Ja. Klopt het allemaal wel? Wie zijn jullie? Oef, we moesten het van hun doen. Wat is hier aan de hand? Volgens mij zijn we erbij, jongens. Het gaat hartstikke goed met ons land, maar het kan niet zonder jullie hulp. Daarom dachten we om de cijfers slecht te laten maken. Krijgen we dan nog wel de hulp van de VN? Nou, daar moeten we het nog wel eventjes over hebben, hoor. Ja, ze hebben wel gelogen. Ja, dat kan niet hoor. Maar zonder onze hulp gaat het wel veel slechter hier. Ja, ik weet het ook niet. Misschien moeten we het aan de kijkers vragen. Ja. Vinden jullie dat dit land hulp moet krijgen? Laat de reactie hierachter of onder bij de comments. En we zijn gestopt. Ja, maar mocht je nou nog die bloopers willen zien, dat kan. Die vind je hier. Mocht je een andere film willen zien van ons YouTube-kanaal, daar. En anders kan je daar nog even abonneren als je het nog niet gedaan hebt.